Ze wil. Maar in Emma Lord hebben we dus echt een heel leuk chapter. En daar hebben we iemand van uitgenodigd. Die had aangeboden om dit te gaan filmen, vrijblijvend. En dat zie je als je namelijk ondernemer bent en lid bent binnen BNI. Dat geven loont elke keer op de voorgrond staat. Het is niet van, wat wil ik ervoor terug? Nee, hij bood zich aan van, joh, kan ik het niet gewoon filmen? Hartstikke leuk voor jullie chapter. En zeg ik, weet je wat jongen, krijg jij eventjes een minuut, 3 minuten hier even om je voor te stellen. En dan willen we eens horen hoe het in Emmeloord gaat na 4 jaar. Want er zijn een heleboel ondernemers die denken, dit is een kortstondige belevenis, BNI. Jongens, het bestaat 27 jaar, hè. In Emmeloord 4 jaar. En de ondernemers zijn er hartstikke trots op. En Frans, waar ben je? Frans van der Pol, dames en heren, applaus. Frans, bedankt ten eerste dat je het helemaal gaat opnemen. Dat we daar een fantastische korte video, hoe lang een video krijgen? Ja, ongeveer 2 minuten. Een spanningsboog voor een goede video is ongeveer 2 à 3 minuten. Dus, Kijk, nou, helemaal top. Maar wat voor bedrijf heb je, Frans? Nou, ik heb een bedrijf in videoproducties en ik ben gesetteld in Ens. Ik kwam er gisteren toevallig achter dat ik een jaar besta sinds afgelopen vrijdag. Dus dat is zo druk ben ik. Ja. Maar hobbymatig besta ik al sinds 2009 en heb ik het altijd naast mijn studie gedaan. En doe ik het dus nu een jaar lang fulltime. Wat is je grootste passie? Mijn grootste passie? Ja. Ja, daar hebben we het gisteren over gehad. Ja, en wat is je grootste passie? Mijn grootste passie zijn sporttreinen. Sporttreinen. Heeft iemand ook iets met treinen hier in de zaal? Daar zit er iemand met treinen. Hij wil heel graag treinen filmen. Op de meest bijzondere manieren, toch? Want jij hebt 3 miljoen hits op YouTube. Ik heb een filmpje dat afgelopen weekend inderdaad te boeken staat als het meest populaire Nederlandse spoorwegovergangen filmpje op YouTube. Ja, dat klinkt heel bizar, maar het filmpje is dus inderdaad ruim 3,4 miljoen keer bekeken. Ik heb het wereldwijd. Mooi, hè? Ik heb dat gisteren bekeken en dat is dus, je zet een camera neer, de spoorwoning gaat beneden, de trein gaat er langs en dat is het. En meer is het inderdaad. En wat is dat nou aan? Ja, er is niet zoveel ieders aan. Hobby, Pieter. Ieder zijn hobby. Dus als jullie leuke ideeën hebben over treinen filmen, dat wil hij heel graag doen. Maar hoe gaat het in Emmeloord? Wat vind je van Emmeloord? Want geef ons eens een keer een idee hoe het in 4 jaar nu in Emmeloord is. Nou, in Emmeloord gaat het dus ontzettend goed. Het is het beste chapter van Nederland, daar zijn we apentrots op. En in Emmeloord hebben we een echte poldergevoel. Dus ook het echte pioniersgevoel zit bij ons in de polder. We helpen elkaar. We hebben veel business met elkaar. En dat zie je ook aan de aanbevelingen die wij elkaar geven en genereren. Ik heb elke week zo'n beetje geef ik 3 aanbevelingen weg. Dus dan is er een goede zoekvraag vanuit de zaal. En dan heb ik bijvoorbeeld iemand in mijn netwerk waarvan ik dan denk van, hey, dat is een goede. Dus die zal ik aan jou gaan koppelen. Maar zo had ik laatst bijvoorbeeld ook een zoekvraag. Ik heb niet alleen iets met camera's en doe ik filmen. Maar ik geef ook vuurwerkvoorlichtingen. Omdat ik zelf helaas het slachtoffer ben geworden van een vuurwerkongeluk. En toen heb ik dus de zoekvraag geopperd bij BNI. Van, nou, ik ben op zoek naar basisscholen. Om daar vuurwerkvoorlichtingen te gaan geven. En toen kreeg ik maar liefst 18 aanbevelingen op 1 ochtend. En dat is een hele hoop. Dus als je een goede zoekvraag hebt, en nou ga ik even iets doen waar jij nog niet van weet. Dan kan het zomaar zijn dat je een bedrijf hebt die op dit moment nog heel klein is, maar over 15 jaar er misschien wel zo uitziet. FP Video, het videoproductiebedrijf voor al uw bedrijfsfilms, bruidsreportages, DVD-registraties en voice-overs. Zo begonnen wij in ieder geval 15 jaar geleden. Op dit moment produceert FP Video nog steeds dit soort producties, maar inmiddels zijn we behoorlijk gegroeid. We behoren tot een van de grootste videoproductiebedrijven van de wereld. In Nederland hebben we 35 vestigingen, maar buiten Nederland zijn we nog veel groter. Zo zit FP Video ook met vestigingen in Duitsland, België, Frankrijk, Engeland en Italië. Ook hebben we vestigingen buiten Europa, zoals in Egypte, Japan, Noord- en Zuid-Korea, Amerika en Australië.
Daarnaast hebben we ook nog 55 studiocomplexen waar mooie televisie gemaakt wordt. In totaal hebben we 353 vestigingen verdeeld over de hele wereld. Toch zijn we heel gewoon gebleven. Ons kantoorpand die alle vestigingen aanstuurt staat nog steeds in de plaats waar het allemaal begon. Ens in Flevoland. Wat alleen niet gewoon is gebleven is ons 115 verdiepingen tellende kantoorpand die zeer uniek is voor deze regio. FB Video, creativiteit in beeld, groot geworden dankzij BNI. Want BNI werkt, geven loont. Wilt u ook groeien en groter worden dan u ooit heeft durven denken? Dan is dit de gouden tip. Meld u aan bij BNI, hier in Lelystad. Mooi, hè? Wij hebben gisteren gezeten, we hadden een 1-op-1. Maar dat doen wij ook binnen BNI. Dan zorg je ervoor dat je alle ondernemers goed kent, echt goed kent. Wat doe je dan? Dan maak je een bezoek. En dan praat je niet alleen over het bedrijf, maar praat je over elkaar. En over elkaars interesses en hobby's en wie je bent. Om vertrouwen te krijgen tussen elkaar. Want dat is het belangrijkste bij binnen BNI. Je leert elkaar in en in kennen. En je moet jezelf eens afvragen, wie in uw omgeving kent uw bedrijf net zo goed als uzelf? Wie in uw omgeving? Hoeveel mensen zijn dat? Dat zijn er vaak nog geen 5. Pieter, je bent ontroerd. Ik ben ontroerd. Ik zal je vertellen. Ja. Dat meen ik serieus. Dit heeft hij niet verteld dat hij dit ging doen. Ik heb gistermorgen een gesprek met hem gehad. En dat is uitgemond in een coachinggesprek. En dat is mijn passie. Mijn passie is mensen laten groeien. En daar is het in uitgemond. En deze kerel die heeft zo ontzettend veel potentieel. Die heeft zoveel professionaliteit. Zoveel gedrevenheid. Een enorm talent. En daar ook nog eens passie voor. En dat heeft hij direct in de praktijk genomen. Ik heb tegen hem gezegd op een gegeven moment. Jongen, die 15 jaar. Ja, dat is nu al. Je moet nu diegene zijn die over 15 jaar wilt worden. En hij heeft vannacht volgens mij, heeft hij dit hele voice-over, want hij is de voice-over zelf, en dat is zijn product ook, heeft hij in elkaar gezet. Heeft hij dus zijn droom al op tape gezet, wie die wil worden. Het was 11:30 gisteren. Het was een hele korte nacht. Waanzinnig, waanzinnig. Hij is ben je een stap verder gekomen sinds een uurtje praten? Bedoel je dat? Ben je een stap verder gekomen in je denkwijzes en in groot denken? Nou, toen ik met jou gesproken had, ik kan u zeer adviseren. U moet dus echt eens een keer met deze man gaan praten. En echt eens een keer met hem 1-op-1 gaan. Je komt daar binnen op een erf met een boerderij. En je kan daar echt zeer depressief binnenkomen. Maar eruit komen met een partij energie. Mensen, daar wordt u nu goed van. Dus een 1-op-1 gesprek met deze meneer is zeer aan te raden. Mooi. En ik ben echt vele stappen verder. Ja, super, absoluut. Nou, tot zover van ons, hè? Dankjewel. Super, dankjewel. We gaan door.